Hallo, ik ben Julia. En ik ben Lisa. Onze stelling is... Er moeten meer windmolenparken komen. En wij zijn dus mee voor de frisse blik. En onze stelling is, er moeten meer windmolenparken komen. En wat vindt u eigenlijk van groene energie? Nou, ik vind het wel belangrijk, want... De fossiele, de andere energie, hè, uit de oude beestjes en plantjes, die raakt op. En wind raakt nooit op. Dus dat is wel goed iets, eigenlijk. En wat vindt u dan van windmolens? Vind ik prima. Alleen, wij wonen vlak bij de zee. En ik vind dat de windmolens in zee moeten komen. En wat vind je dan van windmolens? Ja, op zich vind ik ook wel goed. Maar sommige mensen zijn er voor tegen, maar dat snap ik zelf dus niet. Wat vind je eigenlijk van groene energie? Nou, dat vind ik heel goed, want het is beter voor de natuur dan fossiele brandstoffen. En wat vindt u dan van windmolens? Ja, ik vind windmolens, daar ben ik heel erg voor. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, want de fossiele energie die raakt binnenkort een keer uitgeput. En wat vindt u dan van windmolens? Windmolens is denk ik één van de manieren, naast bijvoorbeeld zonnepanelen, om inderdaad over te schakelen naar groene energie, wat noodzakelijk is. Dan van windmolens? Oh, daar ben ik helemaal voorstander van. Wat vindt u van groene energie? Ik vind het heel goed. En waarom vindt u het dan zo goed? Omdat dat meer, op lange termijn is dat, zorgt dat wij nog steeds energie kunnen halen. En vindt u dan dat er ook meer windmolens moeten komen? Ja, dat vind ik wel. Vindt u dan van windmolens? Het is best wel belangrijk, omdat je anders veel chemische producten moet gebruiken en dan komt er veel afval in de lucht. En wat vinden jullie van windmolens? De conclusie is dus dat iedereen het eigenlijk mee eens is dat windmolens goed zijn. Leuk dat jullie keken naar onze video. Doei!